Hallo, liefste kreeft, welkom op jullie wekelijkse lezing. Ik zal het vandaag hebben over de nieuwe maan die eraan komt op 6 juni in het teken van tweeling. Het belooft een zeer mooie, invloedrijke nieuwe maan te zijn, omdat ze er samen zal staan met planeet Venus. De planeet van heel veel balans, heel veel diplomatie, van de liefde bovenal. Dus ik denk dat Venus ons wat magische sprinkle dust zal meegeven. En die energie zal wel wat voelbaar zijn, denk ik dan. Ben je nieuw op mijn kanaal? Welgekomen. Ben je een trouwe kijker of kijkster? Dubbel welgekomen. Jullie talloze berichtjes, likes, apprecieer ik enorm. En ik wou eventjes de tijd nemen om dit er nog eens aan te koppelen. Je kan vanaf nu ook online altijd een reading bij mij aanvragen. Dien mij gewoon een mailtje te zenden naar gaelstarot@gmail.com. Je kan mijn e-mailadres ook vinden onderaan de video in de beschrijving. Daar kan je alles terugvinden. Deze reading is goed voor kreeft, zowel in zonteken als ascendant, als eventueel ook maanteken. Goed, we gaan er direct in duiken. Ja, ten eerste, wat is nu eigenlijk een nieuwe maan? Een nieuwe maan hebben we om de 28 dagen, dat is de eerste. En elke nieuwe maan is in een nieuw of een ander sterrenbeeld. Logisch, want zo lopen alle sterrenbeelden, alle 12 sterrenbeelden van de zodiac af. En zo komen we eigenlijk tot aan een jaar. En elke keer als we een nieuwe maan hebben in een nieuw sterrenbeeld, zal die nieuwe maan ook nieuwe connecties maken met de andere transiterende, zeg ik dan maar, planeten. Dus er is geen enkele nieuwe maan hetzelfde. Nu, een nieuwe maan is ook het specifieke moment elke maand wanneer de zon samenkomt met de maan. Ja? En die connecteren bijna als het ware. Die zullen op astrologisch vlak staan die dan bijna op dezelfde graad. En dan zullen die hun energie ook gaan connecteren. Nu, de energie van de maan heeft eerder te maken met onze emoties en hoe dat wij zaken in het leven ervaren. En onze veiligheid ook in het leven. Ja, die energie van de zon, die is meer mannelijke energie, dat is meer uitbarstende energie. Hè? Dus die twee connecteren altijd elke maand tijdens een nieuwe maan. En deze nieuwe maan die staat in het teken van tweeling. Hè? Dus sowieso zal deze maan betrekking hebben op onze communicatie, op de vele tallen nieuwe ideeën die we waarschijnlijk zullen ervaren. En ook onze communicatie, dat bedoel ik mee onze communicatie naar anderen toe. Hè? Heb je bijvoorbeeld iets belangrijks te verkondigen of iets aan te kondigen of gewoon iets belangrijks te zeggen tegen iemand, dan is deze nieuwe maan op 6 juni een zeer goed moment. Hè? Door die mooie energie nu van Venus, die er net bij zal staan, dus eigenlijk staan die drie hemellichamen samen, vanaf de 4e nu, juni zal Venus ook samen staan in het teken van tweeling. Dan komt ze samen met de nieuwe maan en de zon. Dat heet echt wel een kazimi. Die mooie energie van Venus zal zeer ondersteunend zijn naar onze communicatie. Zal maken dat we eigenlijk op een zeer mooie diplomatische manier zullen communiceren. En ook waarschijnlijk nadenken. Hè? Dat is zo wat een zachtere vorm van communicatie. En dat is meestal wel aangewezen bij deze energie. Zeker in tweeling. Ik zie ook dat Mercurius, de heersende planeet van tweeling, staat in zijn eigen teken. Als een heersende planeet van een sterrenbeeld in zijn eigen teken staat, dan is dat alleen maar een positief aspect. Want Mercurius staat daar buitenmate heel graag. Hij voelt zich daar als een vis in het water. En Mercurius zal ons ook nog eens op zijn beurt gaan ondersteunen naar onze denkpatronen, naar onze communicatie toe. En dan ten laatste, we hebben ongeveer al 4, 5 planeten in tweeling staan, allemaal in het kleine hoekje van tweeling. Ja, en dan hebben we ook nog eens Jupiter, die grootste planeet van ons zonnestelsel. Ik heb daar vorige week al een intro over gemaakt.
Ja, die planeet staat daar ook nu in het teken van tweelingen, zal daar het volledige jaar blijven staan. Dus die combinatie hebben wij nog niet gehad, helemaal niet in de laatste 12 jaar. En Jupiter zal dan nog eens een extra dosis optimisme, een extra dosis hoop en geluk met zich meebrengen met deze nieuwe maan. Dus het kan terug niet op, denk je dan maar. Het is wel een kleine maar, altijd, hè, logisch. Oh, klein momentje. Mijn bel ging. Geen probleem. Nu, in deze combinatie zie ik wel dat Jupiter er wel wat voor kan zorgen dat we ietsje overdrijven in bepaalde aspecten in ons leven. Of het kan wel zijn dat we een beetje zullen overdrijven. Zelfs een beetje overdrijven, eventueel in onze communicatie of hoe dat we ook communiceren. En dat zal het belangrijke wel zijn. Want ik vind die energie toch wel een beetje nijperig ergens wel. Het is mooi, maar het kan nijperig zijn. Ik zie dan dat Jupiter een heel mooi aspect maakt met Pluto. Je hoeft het niet te onthouden. Maar wel dat die energie van die overdrijving eventueel, overdrijving en reacties eventueel, die kan ietsje uitgedijnd worden. Maar ik zeg ook bij nadruk ietsje, niet volledig. Dus ik vind het wel zeer belangrijk om te verkondigen. Hè? Want ik denk dat deze nieuwe maan ons zal benadrukken om niet te snel gaan reageren of ageren. Dat we 2 keer dienen na te denken over wat we zeggen en hoe we iets ook zeggen. Hè? Of hoe we iets doen ook altijd. Deze nieuwe maan zal ook meer de neiging hebben, of de neiging naar ons doorgeven, dat we meer wensen te beslissen met onze rationele zijde in plaats van onze hartzone. Dus die twee zullen nu een beetje gedisconnecteerd zijn. Zo precies van, ik heb een beslissing die ik dien te nemen en ik weet eigenlijk nu niet, moet ik met mijn hart beslissen of moet ik met mijn hoofd beslissen? Dus ze zijn gedisconnecteerd nu momenteel. Waarom is dit? Omdat we de nieuwe maan in tweeling hebben. En tweeling, ja, is een luchtteken. Dus gaat continu hier over die grijze massazone. Is al een zeer intellectueel teken ook wel. Dus dit overheerst nu momenteel. Dus let daar een beetje mee op. Hè. Als jij eventueel dient te ageren, reageren, iets te doen, iets te zeggen. En probeer die diplomatische energie ertussen te brengen van Venus. Hè. Niet te overdrijven. Ook in persoonlijke relaties. Het kan gewoon zijn dat er zaken naar boven zullen komen dat je al lange tijd verdrukt hebt. Dus is er iets dat jij niet leuk vindt, bijvoorbeeld aan jouw partner, en je hebt dat al lang verzwegen, dan kan het wel zijn dat dit nu naar de oppervlakte komt. En net daar zit het hem, dat jullie dienen daar rustig in te zijn. We dienen echt dat op een zeer mooie diplomatische manier over te brengen aan iemand anders. Hè. Dus moest ik nu een baas zijn en een van mijn werknemers doet iets niet correct en ik zit daar al een tijdje mee, dan gaat dit nu naar de oppervlakte wensen te komen en eruit wensen te komen. Dat is die zonenergie ook. Hè. Dus let daar een beetje mee op. Probeer het op een diplomatische manier aan te geven. Bovenal ook de volgende weken. Ik zou ook altijd aanraden om zo goed mogelijk proberen te luisteren ook naar anderen. Dit wordt ook bemoeilijkt door Jupiter in tweeling. Dus ik zei, het is mooie energie, maar er zit zo een addertje onder het gras. Het kan ook gewoon zijn dat je een beetje te veel belooft aan bepaalde mensen. Te veel belooft, ja, wat je niet gewoon kan waarmaken. Hè. Je hebt beloofd tegen die één om zo later te zijn en dan een half uur later daar, een half uur later daar. En het lukt gewoon niet. Dus zo'n beetje die energie die hier ook hangt. Ik zou ook willen meegeven het belang van bepaalde details nu momenteel niet overslaan. Zeker een paar dagen voor de nieuwe maan, dus zeker vanaf nu de 2e juni, probeer details te bekijken. Zeker met zaken die jij in het verleden gestart bent. Dus, een voorbeeld. Heb je een reis bijvoorbeeld gepland? Je hebt hem al in januari of in februari geboekt, gepland, alles organiseerd. Zou ik nu volgende week de tijd gebruiken om alle details nog eens te overlopen. Zijn alle verrichtingen in orde? Zijn mijn verzekeringen in orde? Is de vlucht in orde? Bel nog eens na eventueel. Enzovoort enzovoort. Want je kan anders wel voor verrassingen komen te staan. Eventueel. Nu, en dan, ja, liefste, ik kreeg voor jullie, jullie 12e huis wordt belicht. Jullie 12e huis, ik doe dit teken, dat is het huis van afronding. Dat is het huis ook van zijn laatste huis. Hè? 1, 2, 3, 4, 5, 12.
het laatste huis van de zodiac en spreekt ook altijd over afronden. Spreekt ook een beetje over terugtrekken. Terugtrekken in stilte, achter de schermen, wat zaken in orde brengen, wat tijd met jezelf spenderen. Twaalfde huis is ook het huis van spiritualiteit. Wordt geregeerd door vis. Vis is de dieptes ingaan, de diepe duiken, spirituele zaken eventueel die jij leuk vindt. Dus het kan wel zijn dat bepaalde zaken, spirituele manier van het verleden, naar boven kan komen. Ik denk ook aan eventuele wondes. Wondes van vroeger kunnen eventueel nu tijdens deze periode getriggerd worden. Kunnen naar boven eventueel komen. Maar het is dan ook wel de bedoeling om ze terug kleine aandacht te geven om te genezen, om bewust ervan te worden. En met wondes bedoel ik zaken die we meegemaakt hebben. Zaken bijvoorbeeld waar je nog niet helemaal van genezen bent, of waar jij van aan het genezen bent, die kunnen terug naar de oppervlakte eventjes komen. Geen grote zaken hoor, maar het kan wel zijn dat dit is door je hoofd flitst. Dus die tijd achter de scène, rustig alleen thuis, kan jou wel helpen daarbij. Ik denk ook het 12e huis, zoals ik zei, afronding. Sommige zaken die niet meer werken voor jou, die kan jij nu wel loslaten. Dat kunnen personen zijn, dat kunnen ideeën zijn, dat kan werk zijn, dat kan zaken zijn, dat kan gelijk wat zijn. Iemand dat niet meer past bij jou, loslaten. Wordt ook geconnecteerd met het 9e huis. Het 9e huis is dan waar jij iets aan het leren bent. Het kan ook zijn dat een mentor jou momenteel gewoon niet meer ligt. Of dat je zegt van oké, ik heb genoeg daar eventjes van. Ik zal me wel terugtrekken en berusten op mijn eigen intuïtie nu momenteel. Dat kan ook wel naar boven komen tijdens deze transit voor jullie. Nu deze nieuwe maan, ja, het is een periode om wat tijd, rust en stilte te spenderen met jezelf, had ik al aangegeven. Eventueel wat te reflecteren. Hoe ver je ook dit jaar reeds bent gekomen, liefste kreeft, want wij doen dit eigenlijk te weinig. Jij bent al zeer voelbaar voor de maan, uiteraard, want dat is jouw heersende planeet, is de maan. Dus altijd als de maan beweegt, elke twee dagen, en zeker een nieuwe en een volle maan, zal jij het meeste altijd voelen. Toch zeker emotioneel ook. Dus kijk eens hoe ver jij al gekomen bent, liefste kreeft, wat jij al allemaal geleerd hebt de voorbije maanden al. En ik denk ook, wij gaan volgende maand naar jouw verjaardagseizoen. Het zal zo volledig over jou dan wel gaan. Ik denk dat nu zo'n beetje voorbereiding is. Zo'n voorbereiding van, oké, even rust nemen, even stilte nemen, even alleen met mijzelf. Een beetje cocoonen indien mogelijk. En dan volgende maand is all eyes on you. Dus dan gaan we naar het eerste huis voor jullie. Dus nu die diepere inzichten kunnen ook komen. In de 12e huis, in die rust dat je eventueel voor jezelf neemt. En ik denk dat dat kan leiden tot spiritueel nieuwe inzichten. Waarop dat jij gewoon meer kan leunen op jouzelf. Ik denk dat jij groter aan het worden bent, ook op spiritueel vlak. Dus mooie energie. Ik vind dit althans mooie energie. Dat is zo'n beetje alles wat ik voor jullie heb op astrologisch vlak en wat ik wou meegeven aan jullie. Ik hoop dat je daar een paar zaken in kunt herkennen althans. Ik spring heel graag over naar de tarotlezing zelf. Ik geef altijd mee aan de mensen die nieuw zijn dat ik tweetalig ben. Waarom? Ik ben zowel Vlaams als Engelstalig. En tijdens een tarotlezing connecteer ik luid op in het Engels. Dus je zal mij wat Engels horen spreken. Ik kan misschien gewoon wat raar zijn de eerste keer als je mij ziet. Ook de meeste van mijn kaarten zijn Engelstalige kaarten. Ik zal ze direct vertalen en uiteraard verklaren voor jullie. Ik begin mijn lezing altijd heel graag met enkele orakelkaarten. Ik heb tal van decks hier voor mij liggen. Die leggen voor mij heel mooi de basis. Er komen tal van mooie boodschappen uit naar boven. En daarna spring ik over naar de tarotkaarten zelf die hier liggen. Weet dat al mijn decks zijn op voorhand geshuffeld geweest. Maar ik doe dit off-camera. Het duurt gewoon te lang en het zijn al lange video's. Slokje water en we beginnen eraan. Alright, here we go. Show me what I need to know, please. For Cancer, for the collective. Show me what I need to know, please, for Cancer, for the collective. Any general messages, please, for Cancer, for the collective. Ja, ik heb opening to love.
My heart is open. Ja, kijk, Venus staat aan de deur te kloppen, hè. Dus als je liefde wenst, als je nieuwe liefde wenst, mocht je nieuwe liefde wensen, mocht je een vernieuwing van liefde wensen binnen in je huidige relatie, dan vragen de kaarten om je hart te openen. Enkel maar op die manier kan je nieuwe liefde of nieuwe soort liefde aantrekken. My heart is open, opening to love. En dan is ook klaar om een nieuw avontuur aan te gaan. Het kan ook gewoon algemeen zijn dat jullie klaar zijn nu voor een nieuw avontuur in de liefde aan te gaan. Mooie kaart om mee te beginnen. Making a difference. My inner light shines far and wide. Prachtige kaart, dat is de sterkaart. Dat is ook de kaart die aantoont dat je een lange termijn visie hebt. Dat je aan het kijken bent op lange termijn visie. Wat jij kan doen, wat jij wenst te implementeren. Maar weet één ding, als deze kaart naar boven komt, toont aan dat jij het verschil kan maken met betrekking tot andere mensen. Hoe jij communiceert, wat jij communiceert, is van belang. Jij maakt het verschil. Vergeet dit niet, want dat is een heel mooie boodschap. Oké? Okay. Alright, het volgende deck. Here we go. Show me what I need to know, please. For cancer. Thank you. Aha, goblins. Anything else, please? Oh, ho. Oh, okay. Ik zei het al. Ja, ja. Kijk, ik heb de education card en ik heb goblins. De education card kan letterlijk zijn dat jullie iets aan het studeren zijn. Ja? Om iets bij te leren in het leven. Om krachtiger te zijn. Om meer versatile te zijn. Om meer te kunnen opboksen. Om iets te kunnen opbouwen. Gelijk wat. Hè? Het kan gewoon zijn dat jullie iets aan het leren zijn. Maar ik zie je de 5. De 5 is een verandering, hè, voor mij altijd, nummer 5. En toont aan de goblins, zijn de zaken in je hoofd die aan het malen zijn. Dus ik kan 2 pistes belopen. De ene kan zijn dat je iets aan het leren bent, waardoor jij het maalproces in jouw hoofd, dat jij nieuwe inzichten aan het creëren bent met betrekking tot het algemene leven of kleine problemen in het leven of bepaalde obstakels in het leven. Maar het kan ook zijn dat wat jij nu aan het leren bent, dat de 5 langskomt en die zegt van hola, ik ga eventjes stoppen. Ik ga eventjes te raden gaan bij mezelf. Hè. Die goblins komen naar boven en die brengen verandering. Ik zei al, het kan zijn op astrologisch vlak dat je nu eventjes de tijd neemt voor jezelf en dat jij vertrouwt op jouw intuïtie. Dat je een break neemt in wat jij aan het leren bent. Hè. Dus ik heb 2 verschillende mogelijkheden hier. Oké. Het volgende deck. Nee, eerst jij. Alright, show me what I need to know, please. For Cancer, for the collective. Any general messages, please. Any general messages, please, for Cancer. Thank you. Oh, nice. Nee, 1 kaart. Ja, bam, de succeskaart. Hoppa. Ja, jullie staan voor een periode van succes. Ik denk vanaf volgende maand hè, dat jullie echt een beweging zullen zien. Een beweging misschien ook op professioneel vlak. Algemeen, ik denk dat jullie beter zullen voelen. Hè, omdat die energieën meer gekoppeld zullen zijn aan jullie. Zeker het eerste huis wordt belicht ook nogmaals. Jullie kracht, wat jullie uitstralen. Jullie zullen je terug beter voelen. En als je je beter voelt, kan je automatisch meer succes aantrekken. Hè. Dus ik denk dat je op een heel mooi pad bent. Hè? Gewoon nu dit 12e huis is even gewoon om wat tijd voor jezelf nu te nemen. En de zaken die je eventueel ook bezighouden hier bovenaan, om die ook te kunnen loslaten. Hè? En dan kijk, ik zei het, hè? Education kan jou daarbij helpen. Hè? Sla een boek open, doe een cursus eventueel, kijk eens wie je kan helpen. Zoek een YouTube kanaal die je eventueel kan helpen. Die je kan ondersteunen om iets te leren eventueel. Kan van alles zijn, hè. Ik benadruk vaak in mijn lezingen dat stilte dat het belangrijk is. Hè? Het 12e huis is stilte. Hè? En wij hebben dat maar 1 keer om de zoveel keer, om de zoveel tijd, ook op astrologisch vlak, wanneer dit zwaar benadrukt wordt. En dit is nu wel aanwezig bij jullie. In stilte kan men veel doen bewegen. Oké, show me what else I need to know, please. For Cancer, for the collective. Any general messages, please? Any general messages, please, for Cancer, for the collective? Anything I need to know, please?
tell me what I need to know, please, and check my messages. Thank you. Ja, lay of the land. See, dat is iets leren. Het kan ook zijn dat je iets leert. Goh, dat is een kaart die spreekt over jouw voorouderen. Van waar jij komt. En dat heeft ook, dat kan genealogisch zijn. Dat kan zelfs zijn letterlijk. Eens kijken naar jouw voorouderen. Want het is ook een kaart die spreekt over van wat jij allemaal doorgekregen hebt van jouw voorouderen. Van jouw oma. Meestal slaat dat zelfs een generatie over. Hè. Dus we pikken zelfs meer op. Genetisch ook hebben we meer soms mee van onze grootouderen dan onze ouders. En dus de kaart die vraagt van kijk eens welke patronen, welke cirkels dat jij ook meeneemt van jouw voorouderen. En dat kan dan heel ver in de tijd zijn. Het is een 3 en een 4. De kaart voor mij terug 7 is terug iets aan het leren. Education die hier ligt. Ja? Dus mits momenteel die tijd nu eventjes alleen, hè, kan je eens een diepe duik maken in het verleden van waar jij komt ook eventueel. Kan van belang zijn. En van welk land jij bijvoorbeeld komt. Ik ben dus half Engels. Ik weet de ene kant van mijn familie is van Engeland, het noorden. Het heeft mij al veel rust gebracht. Het heeft mij al veel meer inzicht ook gebracht. Waarom ik op bepaalde manieren reageer en ben en mijn interesses enzovoort. Dus dat kan voor jullie misschien ook helpen. Ancestral wisdom. Ook omgekeerd. Als je blijft bijvoorbeeld bepaalde cirkels begaan, ja, cyclussen begaan, dat jouw ouders, jouw voorouderen al gedaan hebben, daar bewust van worden, kan bijvoorbeeld iets veranderen in jouw leven. Hè? Want onbewust doen wij zaken die onze ouders en voorouderen al gedaan hebben. Dat zit ook deels ook in onze DNA. En dat zit ook in de manier hoe we opgevoed zijn. Dus misschien kan het daar zijn dat jij een schaar dient te gebruiken en een koord dient te doorsnijden om besef te hebben van jezelf waar bepaalde zaken komen. Dus het is breed, hè? Maar wel belangrijk dat die valt, deze kaart. Oké, ik neem het Moonology deck. Alright, so show me what I need to know, please, for Cancer. Any general messages, please, for Cancer, if you can. Message, please. Cancer for the collective, please. Message, please. Ja. One message, please, for Cancer for the collective. Anything I need to know? Anything I need to know, please. Thank you. That was long wachten, hè? Wow. It's time to release negativity. The full moon in Scorpio. Ik heb geen idee wanneer dat die is, de full moon in Scorpio. Kan ik het uitrekenen? Snel. Taurus. Nee, dat is te ver rekenen. Nee, het gaat niet lukken. Bepaalde negativiteit die eventueel, maar het is een full moon, hè, de bepaalde negativiteit die eventueel rond je kan hangen, en probeer deze los te laten. Ik zal daar niet te lang bij stilstaan bij deze kaarten. Schorpioen, negativiteit, ik zie schorpioen niet als negatief. Het is jouw zuster waterteken. We hebben allemaal wel yin-yang aanwezig, we hebben allemaal een positieve negatieve zijde aanwezig. Misschien in die rust in die tijden, dat 12e huis, die tijd terugnemen voor je, kan je bewuster worden van jezelf en kan je een negatieve blik op bepaalde zaken loslaten, zodanig dat je meer kan richten naar de positieve zaken die al aanwezig zijn in jouw leven. En eens kijken hoe ver je het al gebracht hebt, hoeveel je al geleerd hebt, heb ik al meegegeven. Dat is de enige connectie die ik nu met deze kaart kan maken. It's time to release negativity. Okay, Cancer, show me what I need to know. One more. Thank you. Ja, negativity. Het kan ook angsten zijn, hè. Ik heb de Hunter. En de Hunter vraagt eigenlijk, track down your fears and desires. Kijk eens, want het is een fijne lijn tussen je angst ook en wat je wenst. Wat je wenst ligt daaronder in. Er zal waarschijnlijk altijd een onderliggende angst ook liggen. Angst van, ik kan het niet. Angst van negativiteit, ik kan het niet, is negativiteit. Hè? Dus
Kijk eens wat jou eventueel tegenhoudt, waar er angst is voor jou, of het jou belemmert in jouw leven, al dan niet. Hè? En kijk eens wat jij nog wenst in het leven. Hè? Allemaal zaken die jij kan bekijken de volgende week eventueel. Goed, alright. Ik neem de tarotkaarten bij. Ik neem algemene boodschappen en kaarten die eruit jumpen. Ik zal ze tonen aan jullie en dan nogmaals verklaren met een tweede deck. Here we go. Alright, so, show me what I need to know, please, for Cancer. Sorry, dat is kattenhaar. Nee, dat is bad shuffling. Okay, ik begin opnieuw. Show me what I need to know, please, for Cancer, for the collective. Any general messages, please, I need to know for Cancer. Anything I need to know, please. For the collective. Any general messages, please, for Cancer. Thank you. Here we go. See you. Anything else, please? Thank you. Alright. Any general messages, please, for Cancer, for the collective. Thank you. Anything else, please? Thank you. One more. Cancer for the collective. Thank you. Alright. En dan. Geweldige kaarten. Ja. Oké. Oeh, de Tower. Wauw. Twee acen. De Tower. Ja, ja. Ik begin met de Seven of Cups. Nu, je kunt de Seven of Cups wel zien als een keuzekaart. Als een kaart van vele handen die uitgereikt worden naar mij. En ik dien één keuze te maken. Bovenal staat deze kaart voor mij is dat jij iets aan het leren bent. Dat jij jouw levenservaring aan het gebruiken bent om een juiste keuze eventueel voor je te maken. Om een juist pad te bewandelen. Om te weten welke hand te nemen. En dat kan letterlijk zijn ook in de liefde. En ik zeg de liefde omdat die onder die kaart ligt van ja, open yourself to love. En de cups spreken altijd, de bekers spreken over onze emotionele intelligentie, onze emotionele manier van voelen. Dus het kan wel zijn dat sommige kreeftjes onder jullie veel keuze zullen hebben in de liefde. Dat jij naar een moment komt waarin jij wat meer straalt en dat jij gewoon wat meer liefde nu momenteel aantrekt. En dan eventueel partners, verschillende mensen die aangetrokken zijn tot jou. Dat is wel een mogelijkheid hè, die jou meer keuze geeft. Gebruik jouw levenservaring, die zal je ondersteunen daarbij. Eight of Wands. De Eight of Wands spreekt gewoon hè, hier hè, met die goblins voor mij. Hè, dat jij gelijk welk obstakel dat er komt naar jou. Hè, dat jij dat kan overkomen. Jij bent krachtig, inventief genoeg. Jij, ja, een klein obstakeltje hier op mentaal vlak eventueel. Hè, die zaken die aan het veranderen zijn. Nieuwe inzichten aan het creëren. Kunnen jou alleen maar sterker maken. Kunnen jou alleen maar ondersteunen. Om een nieuwe visie te hebben voor jouw toekomst. Dat is een feit. Nu, ik heb ook de Knight of Wands. De Knight of Wands is zo'n karaticus hier op deze kaart. Het is een knight die vraagt om actie te ondernemen met betrekking tot jouw passie, jouw inspiratie. Niet bij de pakken te blijven zitten. Als jij voor iets wenst te gaan, dan ga je er volledig voor. Hè? Niet half-half. Hè? Het is echt wel van, sta recht en leer iets en blijf doorgaan. Daarover gaat deze kaart. Wel belangrijk dat die hier onder die education kaart ligt. Want ja, ik zei astrologisch zie ik dat je eventueel wel wat tijd voor jezelf kan nemen. En dat je daardoor even op de pauzeknop drukt op ja, iets dat jij misschien aan het leren bent. Maar aan de andere kant, als jij voelt dat jij iets moet leren, dan zegt deze kaart go. Niet stoppen. Ga ervoor, want dat zal jou verder ondersteunen. En dat zal jou de weg ook wijzen waar jij dient heen te gaan. 2x8 hier, hè. Dus wat jij aan het leren bent, zal jou verder ondersteunen om gelijk wat er op jouw pad komt aan te kunnen. Om in jouw kracht te staan. Ja, hoe... Ik heb de Tower. De Tower is een zware kaart.
in het tarotdek. Het is een kaart die aantoont dat letterlijk een bepaald instituut dient afgebroken te worden om een nieuw instituut in de plaats te zetten. Is dat een manier van denken? Absoluut. Is dat een huis? Nee, totaal niet. Maar dat kan gerelateerd zijn naar een job. Ik moet die kaart sowieso verklaren. Dat kan een job zijn, dat kan een relatie zijn, het kan een manier van denken zijn. Maar het is gewoon een oud instituut dient afgebroken te worden. Waarom? Om succes in jouw leven te laten binnenkomen. En die twee kaarten liggen onder of boven elkaar. De succeskaart ligt boven op de towerkaart. Dus iets dient te verdwijnen om iets anders succesvol in de plaats te laten komen. Krachtig. Oké. Okay. En ik heb ook de Two of Pentacles. En dat toont mij een beetje hetzelfde aan. Jij bent aan het afwegen. Jij bent opties aan het afwegen. Sommige met betrekking tot een job. Sommige met betrekking tot een algemene carrière move. Of iets erbij te nemen. Of iets los te laten. Of iemand kan ook. Iemand die niet meer bij jou past. Maar iets. Er wordt gevraagd om te vertrouwen op jouw innerste, op jouw innerlijke wijsheid, op jouw je wijsheid dat je via je DNA bijna mee hebt. Ja? Wat zou jouw vader of jouw grootvader of jouw overgrootvader zeggen, bij wijze van spreken. Hè? Maar die wijsheid die van generaties op generaties kunnen jou gaan ondersteunen hierin en eens denken, hoe zouden zij reageren, hoe zouden zij het doen bijvoorbeeld. Hè? Er is daar iets speciaals dat jullie dienen te weten. Met betrekking tot een richting dat jij wenst uit te gaan. Ik kan nu hier niet duidelijk zeggen wat het is dat je dient te weten, maar het heeft te maken met een keuze. Ja, ik weet dat je iets moet leren en het gaat over iets van jouw verleden zelfs. Two of Pentacles. Te veel zaken in de lucht houden. Eén dient te lossen, zodat je kan richten op iets anders en daaruit succes kunt halen. Time to release negativity. Ook dit, hè? Twee pentakels in de lucht houden. Eén is negatief, de andere is positief. De andere is voor jou bedoeld, de ene is niet voor jou niet meer bedoeld. De ene leidt naar succes, de succeskaart. De andere is die toren die afgebroken dient te worden. Loslaten. Negativiteit loslaten. En dan zijn we vertrokken. Dan zijn we vertrokken. Ace of Wands. Bam, ik ben geïnspireerd. Het is duidelijk voor mij. De grote ace. Ah, dat is de ace van hier. Ik volg mijn passie, ik volg mijn buikgevoel. Ik volg dit touw als het ware. Die onzichtbaar is, maar dat mij begeleidt. Ja? Ik laat mijn intuïtie mij verder begeleiden en ik ga voor mijn passie. Ik ga vooruit. My desires. Dat is een desire kaart. Ja? Track down your fears. Dat kan met betrekking tot een relatie ook zijn. Hè? Perfect, hè? Kijk eens waar jouw angsten zitten met betrekking tot een relatie. Ben je single bijvoorbeeld? Als je een relatie aan het gaan, sta open en kijk eens waar jouw angsten liggen. Waarom heb jij angst eventueel in jouw huidige relatie? Kijk eens waar jouw angsten zitten. Eenmaal als je dat onder ogen gekeken hebt, dan word je terug word je terug duidelijk en geïnspireerd. En weet jij waar je heen kan gaan en gaat jouw hart open. En dan heb ik ook nog eens als advieskaart kregen jullie die tweede ace. En dat is echt wel de Ace of Pentacles. Die ondersteuning van het universum die jullie nieuwe inzichten heeft. Die jullie nieuwe ideeën heeft naar de toekomst. Hè, die een nieuw pad voor jullie open doet. Hè. Dus dat is heel mooi dat die hand die zo komt. Hè. Dus the universe is reaching out. Hè. Toont jullie letterlijk waar je heen dient te gaan. Ja. Diepe lezing denk ik dan toch altijd. Seven of Cups, please. Oh, the Three of Pentacles. Ook daar, hè. Ja, ik denk dat jij iets aan het leren bent. En ik denk dat het moment nu aan het komen is dat jij veel keuzes zult hebben. Sommigen is het echt wel hier liefde. En dat de puzzeltjes in elkaar zullen vallen. Alle puzzelstukjes vallen in elkaar. En dan, misschien heb jij gewacht op een bepaald moment nu. Of was jouw relatie niet goed en heb jij iemand nieuws leren kennen? Of zal je iemand nieuws leren kennen? En dan komt er een aha-moment en verloopt alles veel gemakkelijker.
jullie samenwerking is veel beter dan voordien. Hè? Maar er is hier iets dat jij een keuze wellicht zult in moeten of kunnen maken. Je lange termijn doelen komen ook hier naar boven met deze kaart. Hè? Ook daar hè, de juiste keuze maken die voor jou goed is met betrekking tot jouw lange termijn doel. Eight of Wands, please. Ja, en de Ace of Cups. En die ligt hier op de Ace of Wands. Ja, ik denk dat er communicatie zelfs komt op vlak van... Ik ga liefde zeggen hoor, Ace of Cups. Ja, het is een liefdeskaart. Creativiteit kan ook. Ik kan het ook zo interpreteren. Het kan niet voor iedereen liefde zijn. Het is ook een kaart van intuïtie. Het is een kaart van creativiteit. Dat er informatie naar boven komt. Dat jij iets aan het leren bent. Zodanig dat jij veel sterker in jouw schoenen staat. Dat jij een project kan aangaan. Hè? Dat jij je licht kan laten schijnen naar de buitenwereld toe. Volgende maand dat jij kan tonen wie jij bent. Dat jij de vruchten van de bomen kunt plukken. De Ace of Cups vraagt ook om emotionele bagage los te laten van het verleden. Want dat houdt jou tegen. Goblins, hier in het hoofdje, dat houdt jou tegen, liefste kreeft. Oké, naar de Wands, please clarify that Knight of Wands. Clarify that Knight, thank you. Hoppa, ja ja. Ja, ik ben hier tegen enkelen aan het spreken die zelfs in een leraarsrol zullen duiken naar de toekomst toe. Iets wat jij nu aan het leren bent, ga jij dat omdraaien en ga jij wat jij geleerd hebt ook mededelen aan andere mensen. Ik krijg hier die actie, vooruitgang dat jij daarop maakt, hè? Progressie dat jij daarin aan het maken bent. Kan ik nog woorden gebruiken? Tjoe. Ja, en de Hero van, dat is echt zo'n innerlijke pad dat jij aan het bewandelen bent. Een innerlijke guru ook aan het worden bent. Hè? De Hierophant was vroeger altijd gezien als een opperpriester. Waar daar iedereen ook te raden bij kwam. Dus jij bent zelfs in die rol aan het kruipen volgens mij. Want je bent iets aan het leren daardoor. Dus ja, ik kan alleen maar dat eruit afleiden nu momenteel. De Hierophant vraagt wel om bepaalde regels te volgen. Het is een square kaart, zeg ik altijd. Die vraagt structuur, regels, details, nakijken. Extra, zeker als je iets aan het leren bent, geen stappen overslaan. Oké? Okay? Alright, the tower please. The big tower. Show me the tower please. Clarify that tower. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Give me one more, please, on the tower. Give me one more on the tower, please. Ja, dat wist ik. Ja, dat die weer gaan komen. Ja, ik sprak net over structuur, hè. Opletten voor degene die bepaalde zaken niet helemaal 100% correct gedaan hebben in de voorbije periode, want je kan er ergens wel voor berisp worden, denk ik dan. Het is een kaart hè, dat toont dat jij inzicht aan het creëren bent, ook met betrekking naar jouw toekomst, jouw lange termijn toekomst. Maar ik ga buitenmatig hier zeggen, ik krijg twee keer hier het gevoel dat jullie echt wel planmatig gestructureerd dienen vooruit te gaan. En ik denk dat jullie in een rol zullen komen ook waarin dat jij zelfs een soort van een leidinggevende figuur kunt worden naar jouw medemens. Maar je dient letterlijk, de Knight of Pentacles valt hier ook stap vooruit te gaan. Geen treden over te slaan. Focus behouden. En ik denk dat je naar een periode zult komen waarin dat jouw harde werk uiteindelijk zal beloond worden. Dat is die Emperor die hier nog eens komt te liggen. Hè? Je bent iets aan het opbouwen, je bent gefocust, je bent iets aan het creëren, gestructureerd, vooruit aan het gaan. Stap voor stap, succes aan het binnenhalen. Maar ik denk dat er eerst iets dient te gaan uit jullie leven daarvoor. Of je bent een nieuw inzicht aan het creëren. Two of Pentacles, please. Clarify that Two of Pentacles. Clarify that Two of Pentacles, please. Hoppa, die wou eruit.
Ja, de Five of Swords. Ah, ja. Let op voor negatieve gedachten ook, hè, want die kunnen de bovenhand nemen. Hè. En zelfs mensen ook rond jou, let op voor bepaalde mensen rond jou, hier met de Five of Swords. Niet iedereen is altijd even eerlijk, maar ik denk wel dat jij een keuze zult maken. Let op over oneerlijkheid algemeen, zelfs eventueel van jouzelf, hè, want met die tower hier zo... let op voor oneerlijkheid, want je zal daar echt wel op berispt worden, maar ook op berispt worden tenminste, maar ook met mensen rond jou. Hè. Ik denk dat sommige mensen ook misschien niet helemaal eerlijk zijn tegenover jou. Dit kan daar ook mee te maken hebben, de Five of Swords op deze kaart. Aan het heeft met negativiteit te maken, loslaten. Negatieve gedachten loslaten, zodanig dat jij je kan richten op de positieve gedachten. Het is toch wel een heel specifieke boodschap hier, hoor, die naar boven komt. Zeker ook naar een relatie eventueel toe. Mocht ik tegen iemand spreken, kreeg die last heeft in zijn relatie, ja, die een moeilijke relatie heeft waarin er conflict is, dan vraagt de kaarten echt wel om die relatie los te laten. Hè, want dat is negativiteit. Hè. Dus loslaat zodat jij je kan richten op dit nieuwe pad. Hè. Nieuwe pad, nieuwe geïnspireerdheid, vooruit gaan. Oké, en Jason Wand, please. Clarify that ace. Clarify that ace, please. Ja, en ik heb de King of Pentacles. Dus een king, dat is een koning, dat is terug een leiderschappositie. Het is een kaart die vraagt of ze vertrouwen hebben op jouzelf. Vertrouw in jouw kunde, vertrouw in jouw leiderschap. Vertrouw dat jij kan aantrekken in jouw leven wat jij ook wenst. En dat kan op gelijk welk vlak zijn. Maar deze koning is een pentacle. Dat is terug money, dat is terug weelde, dat is terug job, carrière, al dit. Waar dat jij in geïnspireerd bent. Jij kan dit. Jij hebt genoeg, je hebt alles in huis om dit aan te kunnen trekken. Zegt de kaart, die spreekt over succes dat jij in de lange termijn aan het verkrijgen bent. Maar ik denk dat jij discipline bovenal gestructureerd te werk dient te gaan. Niks verkeerd proberen te doen, negativiteit loslaten. Ja, en dat jullie tot enorm veel inzichten komen. Vergeet niet, midden in jullie lezing ligt gewoon de succeskaart. Dus heel mooi om te zien. Liefste creëert open your heart, open to love. Ik zal het hierbij laten. Ik hoop dat deze boodschappen voor jullie resoneren. Dan mag jij altijd de video liken. Je mag je ook eventueel abonneren als je dit nog niet gedaan had. Altijd leuk voor mij. En je kan ook altijd op het belletje klikken. Dan word je op de hoogte gebracht bij een volgende video. Voor nu wens ik jullie alvast een heel leuk weekend toe. Ik wens jullie een goede week ook toe. Een leuke nieuwe maand toe. Neem die rust die ook wel eventueel nodig zal zijn als je kan. En dan hopelijk tot de volgende keer. Dag, liefste kreeft. Dag.